Zeker, ik heb meteen sms gestuurd en hij heeft ook geantwoord. Het ging allemaal goed. Maar het is natuurlijk echt een drama. Hij heeft jonge kinderen, zij hebben jonge kinderen, 4 en 7. Ja. En dan komt het ontzettend dichtbij. Ik heb zelf ook kinderen. Die zijn al gelukkig ouder en die wonen niet meer thuis. Maar dat is toch, ja, voor een jong gezin blijf daar gewoon weg. Want dat gaat toch onder je huid zitten. Ja, en je probeert, dat zei hij ook, zo in gesprek te blijven met boeren, ook uit zijn omgeving. En dan toch lijkt er iets te knappen. En denk je in ieder geval in een goed gesprek te zijn, dan komen ze ook bij jou thuis. Ze stonden gisteren ook bij u voor het huis. U was op dat moment niet thuis, hè? Nee, want het is in Friesland. En door de week zijn we in Den Haag om het werk te doen. Op dinsdag, woensdag, donderdag. Ja. Uw partner was ook niet thuis? Ja, mijn vriendin was ook niet thuis. En dan hoor ik van de buurman, die ik toevallig belde, van ja, ze stonden vannacht om 11 uur, tussen 11 en 12 uur, met trekkers rond het huis. En dan denk ik, ja, er wonen allemaal kinderen in de straat. Die slapen of die worden dan wakker. Die schrikken zich helemaal rot. Er wonen andere mensen. Wij wonen nog maar een jaar in dat dorp. Dus dan, ja, ik vind het ook heel pijnlijk. U zegt nu dat dorp. Maar vindt u het nu ook al spannend om te benoemen waar u dan woont? Nou ja, wat cent. Ja, precies. Nee, maar dat kan ik me voorstellen. Ja.